Dit is het kleinste model in de nieuwe Vaio line-up van Notebooks. Degene die ik hier heb is de IB. De IB positioneert zich tussen het netboek en het notebook in. Deze notebook is voorzien van een zogenaamde APU. Een APU is een samensmelting van processor en grafisch chipset. Het voordeel hiervan is dat wanneer de grafische kracht niet nodig is, kan het notebook extreem zuinig draaien op de interne graphics en kan die de grafische chipset die samengesmolten is, kan die volledig uitzetten. Heeft hij wel grafische performance nodig om bijvoorbeeld HD-films af te spelen of een spelletje te spelen, dan kan hij de AMD graphics aanspreken hiervoor. De grafische chipset die erin verwerkt zit, is de AMD Radeon HD 6310. Dit is een chipset die in staat is om de DirectX 11 graphics te tonen op het scherm. Het scherm zelf is geen Full HD scherm, dat is een HD Ready scherm, maar er zit een HDMI uitgang op en via die uitgang kan je dus films in Full HD afspelen. Dit notebookje weegt 1,5 kilo, dat is dus echt heel licht en wat dat betreft is het echt heel fijn om, om mee te nemen. Er is ook een business variant verkrijgbaar van deze notebook, dat is de YA. En dat model is niet voorzien van een AMD processor, maar van een Intel Core i3 processor. En dan de ultramobiele variant daarvan, die is dus extreem zuinig en zal volgens Sony zo'n 6,5 uur meegaan. De prijs van het YB model is €500. Wil je het business model hebben, die dus ook Windows Professional heeft en een Intel chipset, dan ben je €750 kwijt. Dit zou dus een heel concurrerend notebook kunnen worden, wat zichzelf precies positioneert tussen de netbooks en de notebookmarkt. Ik bedoel, het instapmodel van een notebook betaal je €600 voor en heb je vaak een heel groot, lomp apparaat, wat op zich wel enige power in zich heeft, maar wat geen lange accuduur heeft. En bij een netbook heb je weer alle mobiliteit en een lange accuduur, maar eigenlijk nul performance. En ja goed, dit is echt precies de middenmoot hierin. Hiermee kan je dus gewoon op weg zijn. Je kan genieten van de lange accuduur, maar als je performance nodig hebt, dan is die er ook.